Hallo, mijn naam is Jip en ik zit vast omdat ik 5 koeien heb gestolen van die boer naast me. Ik ben Pieter en ik heb een snoepje gestolen bij de kruidvat. Ik ben Berend en ik stel fietsbanden uit de fietsenwinkel. Ja, ik ben boer Klaas en ik heb een bakje koffie stolen. En wij zijn vandaag de gevangenen. Vandaag ga ik GTA 5 verstoppertje spelen in de gevangenis. Ik ben hier met 5 hele lelijke gevangenen. En ze hebben net allemaal eventjes voorgesteld. Inclusief mij, alleen ik ben niet de gevangene. Jongens, jullie krijgen 1 minuut de tijd om te verstoppen, maar jullie zien er helemaal poep uit nu. Dit gaat veel te makkelijk worden. Ik heb een heel leuk idee. Nou jongens, ik denk dat het zo een stukje makkelijker voor jullie is gemaakt en een stukje moeilijker voor mij. 2 minuten de tijd! Rennen! Rennen! Ja! Jullie mogen rennen! Jullie hebben een gasten! De katten rennen naar binnen! De 2 minuten zijn officieel voorbij. Ik heb mijn Minecraft pickaxe erbij gepakt. Jongens, ik kom naar binnen. Hebben jullie allemaal een goed plekje? Ja, zeker. Oké. Jullie zijn een kat. Ik ben oprecht heel benieuwd of ik jullie ga vinden. Ik begin gewoon hier lekker in het eerste gebouwtje met kijken. Keer, ja, jullie miauwen af en toe, hè? Ja, nee, ik ga gewoon rondlopen. Als ik je vind, dan sla ik je dood. Dus, Dat is niet lief. Oké, we beginnen gewoon hier bij het bureau. Onder het bureau kijken. Nou, ik zie nog niks. Het is hier veilig. Zo ver, zo veilig. Ik hoor hem miauw. Hallo. Ik hoor hem nog een keer. Ik hoor hem miauw. Wie zit hier? Wie zit hier in de buurt? Wacht, volgens mij hier. Ik dacht dat ik hem vanuit dit kantoor hoorde. Oh, wie is dit? Wie is die zwarte kat? Wie is die zwarte kat? Ja, dat ben ik. Maar ik lig gewoon heel rustig op dat ding bij mij. Wat gebeurt er met je? Ik lig gewoon heel rustig op dat ding. Hier. Oh. Ja, hier, loser. Kom maar, ga maar terug naar de kantine. Je bent gevonden. En kantine zou op rechte plek zijn waar ik ben gaan zitten. Ik ga eens goed alle dozen bekijken, alle gootstenen, alle hoekjes en kiertjes. Een kat! Wie is dat? Kom maar hier, jongeman! Wie is die zwarte grijze kat hierboven? Ben je nou dood? Nee. Oh nee, je leeft nog. Oké. Okay. Kom maar klaarstaan, Jordi. 1, 2, Oké, kom maar jongeman. Snel naar je kamer. Ga maar naar, hoe heet die ook alweer? Jip. Jip? Was het Jip? Ja. Jip. Moet ik nou, ik hoop niet dat één van jullie in een cel zit, want dat zou echt oprecht te veel cellen zijn om te controleren. Ik ga eerst wel andere dingen controleren. Douchen. Nou, hier vang ik misschien Justin, maar Rick niet. Die doucht nooit. Is dat nou weer? Hoezo? Ik geef jij jouw scheen dinges. Maar dit zijn wel echt goede plekken. Hey, ik hoor een deur schuiven. Is er een kat aan het rennen? Je weet er zit iemand in de sportschool. Hoi. Zo, nou, we gaan naar boven. Ik ga wel even boven kijken. Jongens, zitten jullie in een cel? Of zitten jullie ergens? Waar zit je? Kom op, Rick. Ik zit in een cel. Geef me even een hint. Eerst Rick. Jij zit niet in een cel. En dat is de waarheid en alleen de waarheid. En je zweert dat je nooit tegen mij zal liegen. Ik zal nooit tegen je liegen. Je zal nooit tegen mij liegen. Ja, alright. Moet ik niet zeggen, dat is de vraag. Ja, Justin, waar zit je? Zeg gewoon waar je zit, dan ga ik akkoord. Ik zit in de gevangenis. Oh ja, dankjewel. Is goed genoeg. Ja. Ik heb het gevoel dat iemand hier gaat zitten, omdat dit het meest uiterste kamertje is of zo. Nee, oké. Okay. Even goed kijken in de cel. Ben ik al langs jullie geweest? Ja. Rick? Ja. Allebei? Ja, Jordi, waar ben jij überhaupt? Waar ben jij, Jordi? Jordi slaapt. Ik kon je voeten likken, zo dichtbij stond. Je kon mijn voeten likken. Nou, ik heb het gevoel dat toch iemand dan in de douches of in de sportschool zit of zo. Aangezien hij mijn voeten kon likken. Hé, maar Rick, jij kon mijn voeten likken. Ja, ik weet niet hoe lange tong jij hebt, Rick, maar... Ja, dan heb je misschien wel een hele lange tong. Nou, dan gaan we terug naar de keuken. Ben je nog steeds je bril kwijt? Ik ga een beetje... in first person. Je zit te lachen, Rick, maar... Nee, wat doe jij? Jordi! Ik zag van Jordi is wel naar de douches en de dingen zijn gelopen. Jordi! Ja, jij bent Jordi, de best! Jordi, jij voor een lul. Jordi, heb hem gedaan. Ik moest even plassen. Maar waar is hij dan? Oké, wacht. Moest ik het zoeken ook in first person. Moest je alleen plassen dan, Jordi? Weet je of een andere boodschap? Misschien. Waar ben je? Ik heb even dat zeepje laten vallen. Zit je boven of zo? Of je zijn mijn voeten likken. Dus ik verwacht dat je ergens onder zit. Dat maakt wel. Ik kan ook boven in de cellen zitten. Tenminste, bij de cellen. Als je ligt er waar jij voeten waren. Kijk, als je je voet in je nek legt. En hij staat boven op een kast. Als je je voet in je nek legt. Zit je in dit dingetje? Nee. Rick, ik weet niet wat voor verstopplek je hebt. Maar als je daadwerkelijk hier zit en ik ben al 100. Zie je mij niet? Nee. Oh, je ziet mij gewoon niet. Zie jij hem, Jordi? Ja, ik sta hier naast Jordi.
Naast Jordi? Jordi stond hier net. Je loopt nu tegen me aan. Ik zie je niet! Wat de fuck? Oh, ja, ik stond al de hele tijd hier in het hoekie. Echt? Ik zie jou gewoon niet! Weet je wat? Oké, dan geef ik je een tweede kans. Zoek een nieuwe plekje. Ik ga juist zoeken. Ik heb deze kamer helemaal nog niet goed bekeken of zo. Meneer! Kom eens achter die doos vandaan! Nee! Ik zag het al! Ik zag ineens een koppie! Nee, hier komen! Hier komen, blijf staan. Het is klaar. 1, 2. Ja, kom maar mee, jongeman. Nee. Kom maar mee. Ik heb je gevonden. Kom maar mee naar... ik ben de naam nu alweer vergeten. Jim? Jim? Jip. Oh ja, Jip. Jip is even aan het blad blazen en... wie was dit? Berend. Oké. Hey, jongens, hoe is het leven? Rick, kom maar tevoorschijn. Wat mij betreft mag je komen. Ik zie je zitten daar in Doekie. Kom maar mee, jongeman. Wees een terechte winnaar. Je bent de echte kat. Ik doe de deur even voor je open. Hoezo heeft hij nou weer gewonnen? Ja, hij heeft gewoon gewonnen. Maar dit is ronde 1. Jongens, ik ga jullie wat nieuws omtoveren en dan gaan we ronde 2 spelen. Zijn jullie er klaar voor, jongens? We zijn ook echt de meest lelijke kippen die er zijn, of hanen zelfs. Maar ga maar, jullie krijgen wederom. Ik heb helemaal niet verteld hoe lang. Jullie zijn aan het rennen. Wie is deze kip? Deze wint. Ja, dat ben ik. Ja, gefeliciteerd Robin. Je hebt gewonnen. 2 minuten rennen. Jongens, de tijd is om. Ik ga jullie zoeken. Jullie zijn kippetjes op een mooie jacht. Op een stokkie. En dit doet me denken aan oude opnames met Roy. Dat deden we ook letterlijk kippen op een jacht. Maar... Kippen op jacht? Niet kippen op jacht, kippen op een jacht. Jullie slechte roleplayers. Oh, maar dit is ook zo groot. Weet je hoe moeilijk het is om maar jullie hier te gaan vinden? Ja, maar jij had bedacht om hier te gaan stoppen, dus ja. Ja, dat is best wel correct. De volgende map is de legerbasis, hoor. Dus, ja, maar ik heb een idee. Een legerbasis, hallo. Oké, ik heb een flashlight. Kan ik jullie misschien makkelijker vinden? Want het is nogal donker in sommige ruimtes, jongens. Oh, is dat zo? Ja, dat is behoorlijk zo. Zeg, heb ik iemand al gezien? Heel eerlijk. Nee. Ik zie niemand. Ik kan niemand zien. Jij kan niemand zien, maar dan kan ik jou wel zien. Is dat het? Dat is de echte vraag. Oh, wie is de kip in de jacuzzi? Godsamme. Ja, daar ga je erop in. Nu al kom er maar uit, jongeman. Ik heb hier 1, 2. Oh. Ik heb je dood gemaakt. Oké, dat telt ook. Is goed genoeg. Ja, achter de deur zijn... Ik hoorde een tok-tok. Ja, en ik kom hier vandaan. Hoor je een tok-tok? Ik hoorde een tok-tok. Oké, ik skip deze ruimte even nu. Oh, maar ik hoorde toch een kip. Is dat hierboven dan? Hè? Oké, dit tot nu toe is dit allemaal clear. Ja, oké. Heb ik een van jullie al gezien? Dat is de echte vraag. Ja, ik heb nog niemand gezien. Nee? Ja. Rick? Ik heb jou nog niet gezien. Oké, nog niet gezien. Je moet wel eerlijk... een nieuwe regel. Als je me ziet, moet je een minuut nadat ik je me gezien heb... Ik hoor het ook. Moet je ja zeggen van dat ik je gezien heb. Ja, wie tokt hier? Misschien moet je even kijken. De kastjes even open doen. De kastjes open doen. Wie is... Ja, wie is dit? Nee! Wie is dit? Ja, Rick, kom maar hier. Kom maar hier. Ja, rotkip. We gaan jou even neertikken. 1, 2. Hé, je bent niet dood. Wacht even hoor. Stef! Hoe ga jij niet dood? Dit is echt een sterke kip. Maar ik hoor hier iemand toch tokken. Wie is dit? Ik kan helemaal niet. Jawel, er zit hier nog iemand. Wil je weg? Ga weg. Wie is dit? Max. Ben jij dit, Justin? Ben jij dit? Max, ga eens weg. Dit is Justin. Oh nee, hij heeft me gezien. Kun je mij killen? Nu kan het ook. Oh, kan ik killen? Ja. Nee, maar ik hoor dus... Ik hoor jou, Justin, denk ik. Ja, maar dat weet ik toch niet of ik dat Of is het Robin? Nee, Robin. Het is Jordi, ik hoor hem lachen. Waar zit jij, Jordi? Ik zie je niet. Misschien even de deurtjes open doen. Deurtjes open doen? Ja, maar je zit niet op de deur. Kutkast. Nee, dat kan niet. Je kan niet in de kast zitten. Dan kan ik je niet zien. Oh, je zat wel in de kast! Jij loser! Hier, hoppakee. Oh, Jij bent ook... Oh, there you go. Nou, Justin, je hebt gewonnen! Vind me maar. Ja, vind me maar. Hallo, waar zit je? Oké, ik zit helemaal beneden. Helemaal beneden, oké. Dus in de Oh, mijn god, de controlekamer. Ja, wacht. Helemaal beneden en dan? Helemaal naar achter. Oh, wacht, ik zag iemand lopen. Helemaal naar achter, dit is gewoon helemaal... Ik zag iemand lopen. Ik weet niet wie ik zag lopen. Ja, dat was ik waarschijnlijk. Hey! Waar zit je? Hoi! Oké, kom het tevoorschijn. Hallo! Hier is meneer Kip. Oh, maar dan had je het toch nooit gevonden! Nou, gefeliciteerd. Jij bent de winnaar van de tweede ronde. We gaan nu door naar de derde ronde. Vind je deze video nou leuk? Abonneer dan zeker even. Reageer dat je bent geabonneerd. En dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. En we gaan voor 2000 likes. Like de video. 2000 likes. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Derde ronde. Nee, jullie zijn echt minuscuul. Ik kan jullie echt onmogelijk vinden. Maar jullie hebben heel Franklin en... Ik bedoel, sorry. Opa Toos en opa Geert in huis. Sorry. In het terrein, op het terrein, onder het terrein... Maar zolang je niet buiten het terrein gaat.
Nee, ja, ga maar. Ben je er op 2 minuten, jongens? Succes. Hebben jullie je verstopt, jongens? Nee, ja. Ik. Oh, jawel. Ja, wat een enthousiasme. Ik ga jullie allemaal helemaal kapot maken. Oké, ik begin in de garage. Ik weet niet waarom, dan heb ik die gewoon vast gehad. Ik zie dozen hier. Dat is laatste dan. Ik ga die dozen gewoon kapot slaan. Hè. Zit jij in de garage, Rick? Zit jij in een band of zo? Dat vind ik wel iets van jou. Om gewoon in de rand van zo'n band te zitten. Rick is een monteur, hè? Dus ja. Ja, daarom. En als je op zo'n plank of zo zit, dan kan ik je gewoon niet vinden, want dan zit je veel te hoog. Dat is het risico van het verstoppertje. Ja, risico van het verstoppertje, hallo. Dan kan ik je gewoon niet vinden. Zal ik je een tipje geven? Ja? Ik ben gemaakt in China. Ik ben gemaakt in China? Gaas, alles wordt gemaakt in China. Oké, ik ga de garage uit. Ik vind het mooi geweest. We gaan het huis in. Hallo! Ik ben benieuwd wie er als eerste gevonden wordt. En jongens, voor jullie, degene die deze winter krijgt een grote shout-out voor zijn YouTube-kanaal. Yes! Wow. Ja! Die heb ik nodig. Allemaal nieuwe abonnees. Onder de trap hier misschien? Nee, ook niet. Ook niet. Weet je hoe moeilijk het is? Jullie zijn een kleine kutrat. Dat kan ik nog niet vinden. Ja. Maar ik heb jou wel al gezien. Jij hebt mij al gezien. Jij ook, Rick? Oké. Okay. Oh, mijn god. Hoe in vreesdam zie jij mij niet? Dan zit jij hier. Oh mijn god, je zit hier! Hoe heb ik jou niet gezien? Kom dan, kom even hier in het zonnetje. Even in het zonnetje. Nou, je krijgt niet de shout-out, Justin, helaas. Nee! Je bent te klein, ik kan je gewoon niet doodmaken, dus... Oké, ga jij maar in dat jacuzzi zitten als open Gerard. Je hebt nog een kans, Justin. Robin is er nog. Ja, Robin en jij hebben hetzelfde YouTube-kanaal. Dus de kans is nog aanwezig. Ook anders zelf meekijken zonder iets te zeggen. Ga jij ook maar rondkijken. Maar je hoeft niet bij me specifiek te zijn, maar dan wil ik je zo meteen na 5 minuten buiten hebben staan en dan wil ik weten of je ze gezien hebt. Want jullie hebben mij ook gezien. Ja, ik wil Justin na 5 minuten buiten hebben. Maar ik zag Justin net al niet. Dan vind ik het oprecht moeilijk om jullie nu wel te vinden. Zit iemand in dit rare open haard? Even bij dat chillhoekje zit hij op. Jij ziet mij nu! Zeker! Jij ziet mij nu, gewoon. Ik zie jou nu. Nu. Ja, nu. Oké, dan ga ik goed. Wacht, ik heb een idee. Oké, ik heb sniper. Als jij zegt dat je me nu ziet, wie weet zie ik jou dan ook nu. Maar waar? Het is ook allemaal zo donker. Ja, maar ik heb niet gezien dat je helemaal mocht niet zingen. Je hebt niet gezegd dat je mij... Dus je kan ook ergens onder zitten. Zo, wat heb je dat ding goed vast. Zo, wat heb jij je arm in je nek? Even kijken hoor. Justin, kun je even onder de tafel schijnen voor me? Een beetje bij de bank. Nou, ik zie niks. Niks onder de tafel. Wat doe je? Maar Jordi, die ziet alles wat er gebeurt. Hij kan ook achter me buiten zitten of zo. Hij kan overal zijn, maar het is zo'n kleine stinkrat. Dit is toch niet te vinden? Dat bedoel ik. Oké, Jordi, zie je mij nu nog steeds? Ik zie jou nog steeds. Helemaal? Helemaal, nu zie ik je helemaal. Je ziet me nu helemaal. Ja, ik zie je helemaal. Zit je hier ergens? Daarop? Max? Ja? Spoedoverleg. Spoedoverleg, oké. Ik heb slecht nieuws. Nou? Ik heb iemand gezien. Ja? Maar als die wordt gepakt, heb ik geen shout-out. Je hebt Robin gezien. Wie staat achter de bank daar? Nee! Hier! Kom hier, jongeman! Nee! Precies je niet! Nee! Zo, jezus! Hier komen! Nee! Oké, Robin, je bent af. Ga maar als open toos helpen zoeken. Hoe heb ik Robin gevonden, maar niet Jordi? Oh, wie heeft Robin gevonden? Weet je wat, dus, ik zou aan Rick vragen of hij nog een hint voor je heeft en dan geef ik jou nog een hint. Oké, Rick, waarom viel je dood neer ineens? Oké, Rick, wat is jouw hint? Heb ik jou al gezien? Ik weet niet of jij mij al hebt gezien, maar ik heb wel een hint voor je. Nou? Dit doet me echt denken aan jouw trouwdag. Oké, dan is het tussen Rick of Jordi is het nu. Nee, het gaat om, denk ik, of de jacuzzi of deze kamer gaat het om. Ja, Rick, waar ben je dan? Achter, onder de kussens, nee. Ik moet eerst voor Jordi gaan. Hoe zou eerst voor Jordi gaan? Ik hoorde piep piep, ik hoorde het. Nou, piep piep. Nee. Daar ben je, Rick. Kom hier. Kom hier. Sta blijven. Ja, ik heb je. Oké. Jordi, ik wil je alleen vinden. De tip is... Ja? Ik hou heel erg van geluid. Een box. Wow, jouw plek, ouwe. Dat was niet te vinden hierboven. Wat de... Wow. Oké, dat is wel een terechte winnaarsplek dan. Ja. Oh my days, ouwe. Ik ben Berend en ik heb gewonnen, dus ik mag weer fietsenbanden gaan stelen. Fijne dag allemaal. Ah, shit, stoep. Jongens, wil je heel erg bedanken. Abonneer bij Jerry, dat is het. En like de video. Abonneer op Walnoetnoet. Dankjewel voor het kijken in deze video. Abonneer nogmaals, zeker even. Spreek je later, glaasje water, tot 4 flesje bier. Bye!